U beleeft turbulente tijden, mevrouw Van der Straaten. Het begint warm te worden onder uw voeten en dat doet me terugdenken aan het Agalef-tijdperk. Na een meerderheid van de Vlamingen verliest u nu ook de gratie bij heel wat wetenschappers en werkgeversorganisaties die vinden dat een volledige kernuitstap ondoordacht en onverantwoord is, behalve u. Hoogmoed komt voor de val, mevrouw de minister. Zelfs uw eigen coalitiepartners beginnen afstand van u te nemen. Weet u nog, u ging het allemaal oplossen. En kijk waar we vandaag staan. Alle kerncentrales sluiten betekent meer energie importeren uit het buitenland. Meer gascentrales die CO2 uitstoten met gasprijzen die onbetaalbaar zijn en ten derde een bevoorradingszekerheid die in het gedrang komt en dure energieprijzen. Ik weet niet in welke wereld u leeft, mevrouw de minister, maar dag na dag blijk ik opnieuw gelijk te krijgen en maak men brandhout van uw energiebeleid. Al maandenlang lacht u elke vorm van kritiek weg en zegt u zelfs dat u er de slaap niet voor laat. In de afgelopen 20 jaar heeft niemand het energiedossier deftig in handen genomen, ook N-VA niet, die hier vandaag komt pleiten voor een levensduurverlenging. Wat al lang beslist had moeten zijn, vandaag doet Vivaldi net hetzelfde. Mevrouw de minister, in tijden waarin mensen het moeilijk hebben om een energiefactuur te betalen en waarin je weet dat de energiebehoefte in de komende jaren alleen maar zal toenemen, is er geen ruimte voor groene experimenten. Daarom, hoe staat de regering tegenover de bezorgdheden van de Verenigde Werkgeversorganisaties en gaat u de dogmatiek opzij zetten en de signalen eindelijk serieus nemen? Dank u wel. Mevrouw de minister, het is voor iedereen zo klaar als een klontje dat de levensduur van de 2 jongste kerncentrales moet worden verlengd. Een meerderheid van de Vlamingen wil dat. Alle grote werkgeversorganisaties willen dat. Heel wat wetenschappelijke onderzoekers willen dat. En toch doet u uw eigen zin en negeert u alle signalen. Zelfs uw eigen coalitiepartners laten u vallen als een baksteen en dan nog hebben de Groenen het lef om respect te vragen. Het wordt tijd dat u eens respect gaat tonen voor de wil van het volk. Respect voor een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid in de toekomst. De Vlaming heeft niet gekozen voor dit beleid. U zit in de zakken van de mensen, mevrouw de minister. U hebt gefaald. Geef het dus toe en ga vandaag nog met Engie Electrabel samenzitten om de kerncentrales. Dank u.